De top klimaatconferentie, ja, de klimaattop die er wordt gehouden in Suriname, heeft aandacht van de gehele wereld. En u moet het weten dat het ook live wordt gestreamd naar het buitenland. We hebben gesproken met onze milieuambassadeur, de heer... ja, dat is dus de heer Winston Lakin. En we spraken hem gisteren. Het gaat om landen met meer dan 50% bosbedekking. En wat ze allemaal willen bereiken met deze conferentie. Er zijn criteria waarbij ze zeggen landen die vanaf 50% of meer bosbedekking hebben, horen tot HFLD-landen. We willen een luidere stem. We willen een joint effort doen, zodat de wereld begrijpt dat deze landen nu in ruil voor wat ze de hele tijd hebben bijgedragen, iets beters verdienen. We borduren het voorop, hetgeen dat u aangeeft, ambassadeur. Zeg maar, als Suriname dat geld krijgt, wat gaat dan verder gebeuren? Wel, wat we willen, het gaat niet alleen om het geld direct. Het gaat om, we willen sterkere instituten. Onze mensen, de capacity building, zoals we het noemen, is cruciaal. We hebben instituten, als we kijken naar SBB, we kijken naar CELOS, we kijken naar wat de overheid heeft, ook onze eigen universiteit. We willen ook eigen research doen. Hoe meer research je hebt, hoe meer quality je hebt, hoe beter je in staat bent. We willen met dit soort middelen willen. Bosbouw moet doorgaan, maar we willen nou smart bosbouw doen. We willen agro bosbouw doen. We willen slimmere dingen doen. Houtkap mag doorgaan, maar we willen technologie eraan toevoegen. We willen mensen trainen, want het draagt bij tot ons bruto nationaal product. Maar het kan op een veel modernere wijze. Maar die resources, die ondersteuning, dat hebben we nodig. We hebben de eerste dag maandag hebben we een workshop hier gehouden. En het doel van die workshop was precies om vooral government mensen te trainen in hoe schrijf je projecten. Want dat is een van onze uitdagingen. Dus dat was een hele goede exercitie gisteren. We willen meer beheer hebben onze eigen dingen. Bijvoorbeeld, praat iedereen over de waarde van greenhouse gases. Je kan naar de stockmarket gaan. Wij vinden nu, wat is de waarde ervan? Omdat we het niet weten, hebben we IDB gevraagd. Help me onderzoeken. Meten is weten. Ze willen weten wat het is, zodat we sterker kunnen gaan onderhandelen. Ambassadeur, we hebben begrepen dat Guyana er iets geld heeft kunnen vinden vanuit het klimaatfonds enzovoorts. Waarom Suriname nog niet? Wel, dat verhaal is een heel interessant verhaal. Want het is zo dat toen Noorwegen kwam, in 2008 of 2006 geloof ik, had Noorwegen ditzelfde voorstel dat ze nu gebracht hebben naar Guyana. Met hetzelfde bedrag waren ze eerst in Suriname. Dat voorstel hebben ze ons gedaan vanwege onze conditie van onze kosten. De toenmalige regering heeft besloten niet in zee te gaan. Dus vandaar dat we naar Guyana gegaan is. Dus nu proberen we een inhaalslag te spreken. Dus daarom hebben we hier Noorwegen, we hebben Oostenrijk, we hebben Finland, we hebben andere bilaterale partners uitgenodigd om te kijken hoe kunnen we ook versneld komen bij financiële samenwerkingsmodellen met ze. En we hebben ook een gesprek met Noorwegen tijdens deze conferentie om te kijken hoe kunnen we dat weer oppakken. We hebben het afgelopen jaar exercities gepleegd, gesproken met de regering van Noorwegen. Dus we hopen ook daarin iets te krijgen. Want het is toegebeurd, een beslissing genomen om het niet te doen. Vandaag waren we misschien een beetje anders. Dus ja, maar waarom is er toen een beslissing genomen om dat niet te doen? Ik weet niet wat de overwegingen zijn geweest van de regering toen, maar men heeft besloten het niet te doen. Toen is Noorwegen richting Guyana gegaan. Ja, onze milieuambassadeur, de heer Winston Lakin. En vandaag wordt deze klimaatconferentie in Paramaribo dus voortgezet. En de locatie is de ballroom van Hotel Torarica. En die zal dus ook live worden uitgezonden hier op de STVS. We zijn het programma vandaag begonnen met het terugtreden van Glenn Gersje als governor van de Centrale Bank. Daarnaast hebben we dus een gast hier gehad om te praten over de activiteiten waarmee Green Heritage Fund Suriname mee bezig is. En daarnaast ook nog praten over de Wereldradio Dag vandaag met Clyde Ford, ook radiomaker in ons land. Programmamaker in ons land als het gaat om radioprogramma's. Het einde van deze maand in Taki. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. En dan zijn we er weer om 8:00 's morgens. Goeiedag.